bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone perspectieven en nieuwe antwoorden op vragen die mij bezighouden. En vandaag staat de vraag centraal: wat is tegenwoordig nog de waarde van kennis? En dat gesprek ga ik voeren met Erik Meester. Erik, leuk dat je bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb er zin in de uitzending. Voor degenen die je nog niet kennen, Erik, jij bent docent en onderwijsontwikkelaar aan de Radboud Universiteit. Opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs. En je schreef onder andere met Sarah Bergsen en Paul Kiersner een bekend pleidooi voor de herwaardering van kennis. Ja, klopt. Dus waarin je eigenlijk onderbouwt, samen met collega's, dat het verkrijgen en hebben van kennis heel erg belangrijk is op een school. En dat een leerkracht eigenlijk alles moet doen om dat te bevorderen. En daar gaan we het over hebben. Ja. Misschien om even af te trappen, wat bedoelen we eigenlijk met kennis? Of wat bedoel jij eigenlijk met kennis? Ja, dat lijkt me een heel goede start. Ik denk dat heel veel mensen misschien een heel nauw beeld hebben van wat kennis is. Dus een goed voorbeeld vinden we altijd de pubquiz. Ja. Veel mensen denken aan kennis als in iets waar je eigenlijk ooit op school allemaal hebt geleerd, maar waar je niet zoveel aan hebt, totdat je op een pubquiz bent en je weet het goede antwoord en dan kan je dat roepen en dan voel je heel goed. Maar dat is voor mij een hele nauwe kijk op kennis en ook een naïeve eigenlijk. Ja. Kijk, ik zie kennis veel meer als een mentaal model. Dat is ook een term die in de literatuur veel wordt gebruikt. Ja. Dus eigenlijk een geheel aan aan kennis, maar eigenlijk ook vaardigheden. Hè? Van niet alleen wat doe je, maar ook hoe moet je dat doen. En ook ervaringskennis, zeg maar. Hè? Dus dat noemen ze ook wel situation model. Hè? Dus heb ik een idee van een situatie. Hè, bijvoorbeeld een cricketwedstrijd. Hè? Cricket in Nederland niet zo bekend. Moeilijke sport als ik het altijd zie. Hoe zit het nou met de regels? Ja, dus daar kan je een stuk over lezen. Ja. En dan kom je misschien wel een stukje verder. Maar als je ook een keer bij een cricketwedstrijd bent geweest, dan kan je ook een beetje in een beeld vormen van hoe ziet dat nou zo eruit, zo'n wedstrijd. Ja. En samen met dan die, bijvoorbeeld het lezen van de regels, hè, en misschien een keer iemand erover interviewen, nou, ga zo maar door. Dan kan je je daarover een mentaal model vormen, ja. Hè, over zo'n spelletje. En zo kijk ik eigenlijk naar kennis. Dus het is meer dan informatie, meer dan weten wanneer is de Eerste Wereldoorlog. Ja. Maar het hele idee van een situationeel perspectief snappen wanneer dat was in relatie tot eerdere periode, daarna, welke landen eraan bij betrokken zijn. Nou, dat speelt bijvoorbeeld bij cricket ook. Dus het is meer dan alleen iets kunnen herinneren. Ja, ja. En kijk, dan kom je bij het volgende aspect van kennis. Wat er ook heel belangrijk is om daarbij te vermelden is dat Dat idee van dat het een stoffige boekenkast is, ja. Hè, die je dan kon ophalen tijdens zo'n pubquiz, ja. Dat klopt helemaal niet. Want kennis is ook eigenlijk een soort grondstof waarmee je denkt. Ja. Dus je zou bijna kunnen zeggen, zonder kennis kan je ook niet denken. En sterker nog, kennis is ook heel erg van invloed op hoe je de wereld waarneemt. Ja. Wat je aandacht trekt of niet. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een museumbezoek. Stel nou, je hebt een hele cursus gedaan over de Griekse oudheid, beeldhouwkunst en gaan ze maar door. En dan ga je naar Rome en je bezoekt daar een aantal musea. Dan heb je een hele andere ervaring dan als je dat allemaal niet hebt gehad van tevoren. Hè? Of je gaat ergens in Frankrijk in een klein dorpje museum in over een of andere kunstvorm die je nauwelijks kent. Ja, dan ervaar je dat ook totaal anders. En als je dan iemand bij je hebt die dat dan wel heeft en die je op een aantal dingen kan wijzen, dus eigenlijk die geeft jou kennis, dan ga je ook heel anders weer naar die stukken kijken en dan kan je dat veel meer waarderen. Ja, dus het beïnvloedt ook hoe je kijkt, wat je weet en hoe je wereld als het ware langzamerhand groter wordt. Je hebt die kennis eigenlijk nodig. Ja, dus wat je weet bepaalt ook de mate waarin je ook weer nieuwe dingen kan leren en weten. Waarom zouden we eigenlijk, je hebt dat artikel over die herwaardering van kennis, dat is enorm veel gelezen, daar is heel veel reactie op. Hoe komt dat, denk je? Waarom is het zo'n populair stuk? Niet over het stuk zelf, maar over de positie waarin jullie dit pleidooi eigenlijk doen. Van terug naar die herwaardering van kennis. Ja, kijk, ze noemen dat ook wel de curse of knowledge. He, dus de curse of knowledge is eigenlijk het idee dat zodra je iets weet, dan is het heel moeilijk om nog te begrijpen hoe het was dat je het niet wist. He, dus eigenlijk zodra je kennis hebt, dan vind je het heel normaal. Ja. En, maar iemand die dat niet heeft, is dat niet normaal en is dat heel moeilijk. En dat zie je ook als je kijkt, zeg maar, naar scholen. En dan komen de kinderen in groep 3. En dan moeten kinderen gewoon weer leren lezen en schrijven en rekenen. En dat is altijd al zo. Hè, daar verandert eigenlijk niet zoveel aan. Maar wat ik heel erg denk, is dat mensen op zoek zijn naar, zeg maar, shortcuts. Hè, dus afsnijroutes. Ja. Hè, dus kennis en ook, hè, daar hebben ze ook wel eens wat negatieve ervaringen. Vroeger, ja, moest allemaal feitjes stampen en zo. Ja, hè, dat rijtjes. Allemaal, ja, rijtjes. Hè, en is dat wel van deze tijd? Want we hebben toch een rekenmachine en je kan toch alles opzoeken.
Maar hè, kunnen we dat niet wat meer op een leuke manier doen en wat meer zelf ontdekken en dat soort dingen. Dus ik denk, hè, dus tweezijdig. Eén, mensen willen afsnijroutes. Ja. Hè, dus ik wil kritisch leren denken of creatief leren denken. Op een makkelijke manier? Ja, op een makkelijke manier. Dus hè, dan kunnen we die kennis eigenlijk allemaal omzeilen. En ik denk dat het ook aansluit bij een zeker romantisch perspectief wat veel mensen hebben. Van het moet allemaal meer natuurlijk. En je moet toch zelf de wereld meer ontdekken. En dat is toch beter dan het van iemand anders overgedragen. Ja, over dat tweede punt zie je natuurlijk ook veel scholen hebben zetten sterk in op bijvoorbeeld die 21st century skills. Of ja. Dat idee van ontdekkend leren. Of zelfs nog verder dat gepersonaliseerd leren. Dat je eigenlijk je kinderen op basis van hun eigen motivatie en interesse hun leerroute vormgeven. Staat dat niet als tegenstelling, maar dat is misschien wel anders dan als je zou kijken. Nou, kennis vergroot eigenlijk je wereld. En doordat je dingen weet, ga je ook meer kunnen en wordt ook je interessegebied groter. Nou kijk, eigenlijk noem je nou drie hele grote thema's. Hè? Ja. Dus de eerste is dat 21st century skills. Hè? Dat gaat heel erg over wat willen we onze leerlingen leren. Ja. Ja. En het tweede is eigenlijk meer de didactiek. Hè? Ja. Dus hoe willen we het leren? Ja. Dus eerst even misschien om goed in te gaan op het wat. Kijk, iemand leren kritisch denken zou je eigenlijk gelijk kunnen stellen aan iemand leren kijken. Of leren luisteren. Ik bedoel, dat doe je niet. Want dat gaat als het ware vanzelf. Dus stel nou, jij leest een stuk in de krant over iets waar jij veel van weet. En het is klaarblijkelijk onzin. Dan zeg je, oh, een onzin. Ja. Terwijl iemand anders die al die kennis niet heeft die jij hebt, die zegt misschien, nou, dat zou wel kunnen. Ja. Ben jij dan een meer kritische denker dan die andere persoon? Zou kunnen, hè, dat er in jouw karakter of in de neigingen die jij hebt, dat jij meer geneigd bent om kritisch te zijn. Maar nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk dat die andere persoon gewoon de kennis ontbeert om op dat moment kritisch te zijn. En dat moment is heel autonoom en onderbewust. Ja, jij, onzin, roep jij. Hè? Ja. En dat is autonoom onderbewust proces wat voortkomt uit jouw kennis, wat niet overeenkomt met wat jij eigenlijk leest of ziet of hoort. Ja. Dus ik denk dat het heel onzinnig is om op te praten over het aanleren van 21st century skills. Want het zijn geen skills. En ze zijn ook niet 21st century. Dus ik bedoel, die Romeinen hebben dat Colosseum gebouwd. Ja. Ik bedoel, mensen zijn nog steeds, die denken van, ja, hoe hebben ze dat ooit gedaan? Ja. Dat is zo bijzonder. Heel complex. Ja, en zo complex. Dus hoe kan je dat nou ooit doen zonder goed te kunnen samenwerken, zonder goed te kunnen kritisch te denken, problemen te kunnen oplossen, wat dan ook. Je zou misschien dan kunnen zeggen, daarvoor hebben ze veel kennis nodig van kunnen bouwen, van het kunnen berekenen van bepaalde bogen, van spanningen. Ja. En naarmate je meer daarover weet, meer dat uitprobeert, kan je spannendere constructies bouwen. Ja. Ga je dat durven en dan kan je zeggen, nou, dat is eigenlijk heel creatief. Ja, ja, dus dat zie je ook als je dat doortrekt naar tegenwoordig, bouwen we wolkenkrabbers. Ja. Ik bedoel, dat is toch, kan je toch eigenlijk niet bedenken hoe ingewikkeld dat is en hoe complex. Dus er moeten mensen loodgieterswerk doen, elektra, dat beton moet allemaal gestort worden, gevlochten worden. Daar moeten allerlei berekeningen, daar moeten orkanen, hè, dus in de kust van New York moeten dat allemaal orkaankracht kunnen weerstaan. Aardbevingen aan de westkust van Amerika, moet allemaal aardbevingen kunnen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Er zijn hoeveel expertise daarbij komt kijken. En dat moet allemaal bij elkaar worden gebracht. Nou ja, als je dat soort mensen gaat zeggen, ja, wij gaan kinderen nou kritisch leren denken op school, want dan zijn ze klaar voor om bij jullie te komen werken, dan lachen ze je gewoon uit. Ja. Dan zeggen ze, nee, wij moeten mensen hebben die hun vak verstaan. Ja. En niet alleen in droge feitkennis, maar ook natuurlijk toegepast. Ja. Hè? Ja. Dus, dat voorkomt dat die gebouwen omvallen. Ja, precies. En niet, moet je kunnen samen, niet je met hoedjes en petjes en kritisch gaan zitten denken in met post-its en dat soort flauwekul. Ja. Een vervolgvraag die ik hierover zou willen stellen is, er zijn ook wel mensen die kennis steeds meer beschouwen, ook zelfs in de onderwijswereld, als een sociaal construct. Dan krijg je een beetje dat idee van die filosofie-stroming, het sociaal constructivisme. Ja. Het idee dat eigenlijk onze werkelijkheid niet zozeer buiten onszelf ligt, maar dat wij samen nu onze werkelijkheid bepalen. Dat er eigenlijk helemaal geen kamer is als wij weg zouden gaan. Het idee van verbinding, communicatie en dialoog. Heel mooi perspectief. Hè, ik vind het een boeiend perspectief op leren zelfs wel, maar jij kijkt daar ook wel anders naar in relatie tot didactiek. Basiskennis, didactiek op school. Ja, kan je zeker. Iets over zeggen? Nou ja, kijk, ik denk, hè, dus dat constructivisme is een kennistheorie. Ja. Hè, dus dat is dat bestaat, dat ontken ik helemaal niet dat het bestaat. En hè, dus er zijn mensen die denken na over hoe komen we tot kennis. En zelfs eigenlijk het idee dat je eigenlijk zelf kennis moet construeren, dat is eigenlijk ook een
algemeen aangenomen concept ook wel in de wetenschap, hè, van de cognitieve psychologie. Dus daar botst het niet zo. Nee. Waar het wel botst is, als je het heel erg doordraaft, zeg maar, hè, dan zeg je eigenlijk ja, een echte werkelijkheid bestaat niet. Iedereen moet dat zelf construeren. Dus je moet het zelf ontdekken. Ja. Want als je het overdraagt en je hebt ze niet zelf kunnen laten ontdekken, dan ontneem je eigenlijk die kans om het zelf ontdekken. Ik denk dat dat wat te ver draaft. Hè. Waarom? Omdat één, ik wel degelijk denk dat er genoeg gezamenlijkheid is in de kennis van de wereld om dat gewoon over te dragen. En dat blijkt eigenlijk ook wel uit het gemak waarmee we dat dagelijks doen. Ja. Ik bedoel, hè, wij kunnen hier samen wat water drinken en dan kunnen we toch vrij snel over eens worden dat water is en niet iets anders. Ja. Hè, dus ik denk dat het nog wel meevalt dat we alles zelf moeten ontdekken. En de tweede is, alles zelf ontdekken kost heel veel tijd. Hè, en dan kan je zeggen, ja, nou ja, dan moet je er de tijd voor nemen. Maar ja, dat vind ik eigenlijk een naïeve gedachte, want wij hebben een school, hè, een school, een curriculum, en daar is een beperkt aantal tijd voor. Ja. Dus hè, naast of het sowieso wel mogelijk is om zelf alles te ontdekken. Hè, ik bedoel, hè, laten we nog eens het bos inlopen en dan kijken welke paddenstoelen wel of niet eetbaar zijn. Ik lijkt me een hoop tijd kosten en ook misschien wat levens. Dat moeten we misschien niet willen. Het helpt als iemand dan weet hoe je in het bos naar paddenstoelen gaat zoeken, je iets over kan vertellen. Ja, en wat kenmerken en dat soort dingen. En dan hoeven ze misschien niet meer te proeven. Hè. Dus los daarvan, hè, over de haalbaarheid van dat alles, is het ook de vraag van, nou ja, dat kost zoveel tijd. Ja. Daarmee kunnen we kinderen niet in dat korte tijd die je eigenlijk hebt, van die basisschool of voortgezet onderwijs of daarna, om ze goed voor te bereiden op de kennis die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij of vervolgens. Ja, duidelijk. Nou, ik vind het ook wel een heel sterk perspectief op. Als ik kijk naar mijn kinderen, zou je kunnen zeggen, elke vorm van leren is persoonlijk. In zekere zin ontdek je altijd, als ik een lijn met een lineaal trek, dan is die recht. Dat gaat veel beter dan als ik het niet doe met een lineaal, noem maar wat. Maar als je kinderen laat dobberen, bijvoorbeeld met rekenen, ik heb daar ooit een stukje over gezegd, maar ook met schrijven of met letters maken, dat werkt niet echt. Dat heeft ook ja, dat heeft ook te maken met het belangrijke gegeven dat aantal zaken zijn we veel meer biologisch eigenlijk voor onderlegd om te leren. Ja. Ja, dus als je denkt ook aan mondeling taalgebruik, je moedertaal leren, motoriek. Hè. Ik heb ook twee jonge dochters. Ja, die gaan gewoon zitten staan. Ja. En dan hoef ik ze geen instructie voor te geven. Ja. Nee. Dat gaat gewoon vanzelf. Ja. Maar als je kijkt naar het leren lezen of een kwadratische vergelijking oplossen. Ja, ik bedoel, dan leer je dat niet vanzelf. Nee. En als kinderen dat allemaal zelf leren als het ware, dan zijn dat wel de kinderen die vanuit thuis uit al heel veel bagage mee krijgen. Ja. Daarbij komen we een ander punt. Kijk, als je kinderen alles zelf gaat laten ontdekken, dan doe je eigenlijk ook kinderen die vanuit thuis uit minder bagage mee hebben gekregen, die doe je dan daarmee tekort. Ja, het zet een spanning op dat gelijkheidsprincipe. Degene die misschien ouders hebben die hoogopgeleid zijn, lekker veel lezen, af en toe een beetje rekenen als ze in de auto een ritje maken. Ja, die zullen misschien aanleg hebben voor een bepaald aspect. En als je dat niet meekrijgt, je in dat ontdekken een beetje rondje Ik zou het dan geen aanleg noemen, hè, maar ik zou het noemen meer mentaal model. Mentaal model. Hè, om daar terug te refereren waar je mee begonnen. Hè, die kinderen die zijn misschien al half Europa door geweest. Die hebben al een mentaal model van wat is Parijs. Ja. Hè, die hebben al die Franse taal gehoord. Ik bedoel, al die dingen, al die kennis, die zorgt ervoor dat je later nieuwe kennis binnen dat domein ook makkelijk oppakt. Ja. Dus nogmaals, kennis is niet alleen belangrijk voor om mee te kunnen denken of te kunnen waarnemen, maar ook hoe meer je weet over een bepaald onderwerp, hoe meer je er en sneller je erover kan leren. Ja. Kennis is ook eigenlijk een hele vruchtbare bodem voor weer nieuwe kennis. Hoe hangt dit nou samen met het idee dat je dat je ook moet kunnen zoeken naar informatie? Dat het belangrijk is op school om te zoeken, om projectmatige dingen te ontdekken. Eigenlijk zeg je van dat is een vrij naïef perspectief op kennisoverdracht. Ik bedoel, het kan zeker werken op bepaalde projecten misschien, maar als het gaat over meer basisvaardigheden, is dat lastiger? Nou kijk, veel mensen die zeggen dan van, ja, wat hopeloos ouderwets, want het staat toch allemaal, hè, dus het zal misschien wel zo zijn, die kennis van jou, wat jij allemaal zegt, maar dat staat toch op internet. Maar kijk, Google weet helemaal niks. Kijk, Google, daarop kan je heel veel informatie vinden. Hè, maar informatie is echt niet hetzelfde als kennis. Nee. Want
Informatie is belastend hè, voor je werkgeheugen. Hè, dus als de informatie op je afkomt, dan dat zorgt voor cognitieve belasting, om het zo maar te zeggen. Ja, kost energie. En kennis, dat zit in je hoofd. En dat ontlast juist dat werkgeheugen. Hè, dus je zou ook kunnen zeggen, hoe meer je weet over een bepaald onderwerp, hoe meer je informatie kan verwerken. Ja. Want als ik bijvoorbeeld ga koken, hè? Nou, ik ben echt geen goede kok, hè? Ik kan wel wat pasta met rode saus maken, maar dan kan ik heel weinig hebben. Dus als er kinderen komen, dan, oh jee, weet je, moet ik daar ook nog op letten en ik moet dan koken. Ja. En dan raak ik heel snel overbelast. Waarom? Omdat ik weinig kennis heb over ingrediënten, koken, al die dingen meer, technieken. Ja. En ik heb ook weinig ervaring. Hè? Ik heb weinig uren gemaakt. Dus ook mijn mentaal model, mijn routines, die zijn onvoldoende aanwezig. Terwijl als mijn vrouw kookt, die daar veel meer ervaring mee heeft, veel meer kennis over heeft, dan kan zij daar ook veel beter tegen. Ja. Dus die kan dan veel meer inspringen op onverwachte situaties. Of, interessant, dan kan je dus echt meer aan. Je kan dus dan zou je kunnen multitasken. Ja. Je kan zeggen, nou, gaan we even daar zitten, pak even een boekje, terwijl je nog even het uitje snijdt of zo. Ja. Omdat je dus kennis hebt, waardoor je efficiënter en slimmer verschillende situaties kunt duiden. Ja. Ja, dus dat precies. Is niet zozeer multitasken, hè, want daar zijn we heel slecht in. Maar hoe meer je routines hebt, hoe meer mentaal model, hè, dus in die brede zin des woords, hoe meer je ook cognitief aan kan. Ja. En dat is dus een groot verschil met informatie. Ja. Spannend is natuurlijk, zou het zo kunnen zijn dat als je minder kennis hebt, dat je dan ook sneller informatie voor waar aanneemt, terwijl dat misschien niet zo is? Ja, dus zeker, want dan kan je ook niet dat kritisch beschouwen. Nee. Kijk, dat is ook bij bijvoorbeeld zoiets als historisch besef. Hè? Dat is ook weer zo'n voorbeeld. Ja. Dan zeggen we, ja, al die jaartallen, wat ouderwets, moet jij dat nog leren op school? Kunnen je kinderen gewoon historisch besef aanleren? Maar wat is nou historisch besef? En dat kan je vergelijken met kritisch denken. Kijk, historisch besef komt ook ergens uit voort. Hè? Dus kijk, heel veel mensen zien die skills, hè, wat helemaal geen skills zijn, maar die zien dat als een soort doel van het onderwijs. Maar ik zie het veel meer als een gevolg van onderwijs. Hè, dus als ik heel veel jaartallen ken, en de gebeurtenissen die erbij horen, en ik heb daar misschien ook wel filmpjes over gezien, mijn leraar heeft erover verteld, we hebben er oefeningen mee gedaan op allerlei manieren, dan creëer ik steeds meer een mentaal model, wat steeds complexer wordt, steeds uitgebreider, steeds geraffineerder, wat uiteindelijk leidt tot een bepaald historisch besef. En dan hoor ik een jaartal, of hoor ik iemand zeggen, denk ja, dat kan helemaal niet, nee. Want dat was in die en die periode tussen die en jaartallen, en daarbij gebeurde die en die zaak. En dan kan dat nooit toegeleid hebben dat dit op die periode is gebeurd. Dat kan niet kloppen. Ja. He, dus je bent ook veel meer in staat om fouten te herkennen of dat soort zaken. Dus je vaardigheden, je skills worden eigenlijk sterker naarmate je meer weet, meer context kunt duiden. En daarmee ontwikkel je eigenlijk kritisch vermogen. Het is een gevolg van kennisontwikkeling. Ja. En het is dus niet andersom. Ja, ja inderdaad. Dus hoe meer je weet over een onderwerp, hoe beter je in staat bent om erover te denken, om er ook creatief in te worden of ga zo maar door. Hoe kijk jij dan naar creativiteit? Want in het onderwijs gaat het natuurlijk veel over. Ook wel in veel managementboeken hebben dat ook. De wereld verandert. We moeten veranderen is het enige constante. We moeten eigenlijk een manier ontwikkelen om creativiteit. Is een belangrijke kernvaardigheid. Mensen moeten ongewone combinaties kunnen maken. Ja. Innoveren, creativiteit. Is creativiteit iets wat je kunt leren? Los als vak of als idee? Is het een vaardigheid? Of zeg je nee, dat gaat ook wel weer over. Begint ook alweer bij kennis. Nou, ik denk dat creativiteit in ieder geval geen vaardigheid is. Hè? Want vaardigheid is iets wat je zeg maar, heel erg kan oefenen en dan word je er steeds beter in. Ja. En, ja, je kan niet generiek zeg maar, beter worden in creativiteit. Het enige wat je zou kunnen zeggen is, ik vind het belangrijk dat mijn kind bijvoorbeeld creatief wordt. Hè? Dat je dat bijvoorbeeld als een soort neiging ziet. Dat je zegt, nou die neiging ga ik stimuleren. Dus elke keer als mijn kind komt met een idee wat je zou kunnen duiden als creatief. Ja. Dan stimuleer je dat. Ja. Hè, dan ga je dat positief bekrachtigen. Ga je meedoen, je gaat aanmoedigen. Ja, dus is wat ik zeg maar pedagogisch zeg maar, als enige ingang zou zien. Anders dan kinderen juist gewoon heel veel kennis aanbieden. Hè, daarmee laten oefenen. Ja. In steeds toenemende complexiteit en context aanbieden. En dan heeft dat veel meer tot gevolg zeg maar, die creativiteit. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld ook Shakespeare. En dus Shakespeare, die als jij zijn werk leest en je leest daarna nog eens de Griekse mythologie na, dan zie je gewoon bizar veel herkenningspunten. Hetzelfde voor Tolkien, die we kennen van de Lord of the Rings. Vindt iedereen geweldig.
Nou, als je daarna nog eens een boek leest over de Noorse mythologie, dan zie je bijna gewoon één op één vergelijking met heel veel verhalen daar vandaan. Dus kijk, alle grote creatieve geesten, zoals ze worden gezien, die, als je dat analyseert, dan is dat altijd terug te brengen naar dat mensen heel veel kennis hebben over een bepaald onderdeel en daar mee zijn, aan de slag zijn gegaan en dan in steeds toenemende mate dat zich eigen hebben gemaakt en daarna zeg maar in nieuwe constructen dat zeg maar hebben samengevoegd tot iets wat je zou kunnen noemen iets nieuws, iets creatiefs. Ja. Dus expertise, iets ergens veel van af weten, is ontzettend belangrijk. Ja. Het doet mij denken aan dat ik heb een gesprek gehad met Bartel Brusset, een schilder of kunstenaar, een van de, voor mij de zevende podcast. En die zei ook van ja, ik kan eigenlijk alleen schilderen als ik heel veel weet van het soort doek, de keuze die ik kan hebben in het doek, de keuze in de penselen, de soort verf, hoe de pigment zich ontwikkelt ten opzichte van licht. Ik ben elke dag aan het oefenen, ik heb een discipline en daardoor leer ik, kan ik eigenlijk schilderen. En daardoor wordt mijn gereedschap eigenlijk groter. Als ik het gereedschap niet beheers, kan ik eigenlijk niks maken. Ja. Dus en dat zie je natuurlijk ook wel. En Wietske de Man van de Ellen Turing School van maakonderwijs zei eigenlijk een vergelijkbaar iets. Ze zei ja, die hebben een heel mooi atelier midden in de school, kleine school, maar toch veel ruimte voor handvaardigheid. Die zei ja, wij leggen echt uit hoe instrumenten werken. Ja. En doordat ze dat gaan snappen, gaan ze dingen maken. En dan moet je ze natuurlijk laten rommelen en af en toe in hun vinger laten snijden. Maar tuurlijk. Als je dat niet hebt, dan is er niks. Ja, en dan dat zou je eigenlijk, dat onderschrijf je eigenlijk met, vanuit een wetenschappelijk perspectief. Ja, absoluut. Hè. Dus dan krijg je gewoon spielerij. Hè. Dan zit je gewoon met elkaar wat aan te klooien. Ja, dat is ook leuk, maar goed. Ja, dat is ook leuk. Ja. Maar kijk, daarin onderscheid ik zeg maar een professionele aanpak van een hobbymatige aanpak. Hè. Dus kijk, ik heb bijvoorbeeld thuis heb ik plantjes in de tuin. Ik heb hele jonge kinderen, dus je zit ook vaak thuis. En ik vind het leuk om toch altijd lekker bezig te zijn. Dus ik ben wel bezig een aantal jaar geleden begonnen met wat plantjes. Nou, ik heb met de meest basale kennis van, die de meeste mensen hebben, ook vanuit de basisopleiding of wat dan ook, ben ik daar een beetje mee begonnen. Gewoon puur trial and error. Ja. Heerlijk. Ja. Dus ik zit maar wat aan te klooien. Ja. Het eerste jaar had ik één cherry tomaatje. Dat weet ik nog wel, heb ik samen met mijn moeder toen opgegeten. Geoogst. Ja, geoogst. En opgegeten. Ja, dat was een heel leuk moment. Hè. Dat weet ik nog steeds. Waarom? Ja, ik had het helemaal zelf ontdekt. Dus dat is ook een beetje de romantiek die ik gewoon meteen herken. Ja. Hartstikke leuk. Ja, dat is, Maar het is natuurlijk zeer inefficiënt. Ja. Dus ik had veel beter, als ik het professioneel had willen doen, niet mijn intentie was, had ik beter iemand, een expert erbij kunnen nemen, die mij gewoon eerst de basic had uitgelegd en dat soort dingen. En dan had ik daar ook veel meer uit kunnen halen. En dan kan je zeggen, ja, maar moet dat dan altijd maximale efficiëntie? Dat zeg ik niet. Hè, maar ik zeg wel, kijk, je hebt altijd maar een beperkt aantal jaren met die leerlingen. Ik bedoel, in de samenleving is complexer dan ooit. Dus dan denk ik, als je kinderen daar goed op wil voorbereiden, dan kan je het gewoon niet veroorloven om alles zelf te laten ontdekken. En ten tweede, als je dat doet, dan benadeel je eigenlijk met name de meest kwetsbare leerlingen, omdat die minder bagage hebben, minder kennis en dus ook minder in staat zijn om die nieuwe kennis ook op te doen uit zo'n experiment of ontdekking. Dus hiermee zeg je, hou je ook wel een stevig pleidooi voor instructie, didactiek en weten hoe je eigenlijk op een goede, professionele, aantrekkelijke manier met kinderen kennis kunt overdragen. Hè? Dat, zou je echt, absoluut. Dat plaats je weer in het hart van het onderwijs. Ja. Maar wat vraagt dat nou van een docent of leerkracht? Als je deze redenering op kennis, die we zo even zo in deze podcast, hè, kunnen vast wel uitgebreid bij stilstaan, zo verkennen. Wat vraagt dat nou van een leerkracht, denk jij? Vind jij? Nou, het is misschien heel flauw, maar het begint natuurlijk ook weer gewoon met kennis. Ja. Dus kennis waarvan? Nou, ten eerste van je vak. Ja. Want kijk, als ik heel weinig te vertellen heb over een onderwerp, dan ga ik ook snel hakkelen en weet ik niet. En dan krijg ik een vraag. Daar ben ik dan bang voor, hè, want ik weet weinig. En dat weet ik misschien ook wel van mezelf. En dan, dus hoe gaat mijn les dan uitzien? Dus daar begint mee. Je moet eerst diepe conceptuele kennis hebben van je vak wat je onderwijst. Ja. Anders kan je ook niet goed nadenken over hoe je dat zou moeten opbouwen. En ga zo maar door. Daarnaast moet je natuurlijk ook goede kennis hebben van wat zijn nou effectieve leerstrategieën of didactische strategieën om kinderen wat kennis over te dragen. Ja. Op welke manier beklijft dat nou een beetje? Wat werkt? Wat werkt? En kijk, dan heb je in onderwijswetenschap natuurlijk altijd te maken met lagere zeg maar zekerheidsgraden dan in de exacte wetenschappen. Ja. Maar het betekent ook niet dat we helemaal niks weten. Nee. Of zo, hè? Dus dat is wel eens zo'n valse tegenstelling die dan wordt opgeworpen. Het is sociale wetenschap, dus de context doet ertoe. Ja, natuurlijk doet die context ertoe.
Maar dat betekent niet dat we helemaal niks weten. Dat je zomaar moet uitproberen. Er zijn best wel een aantal aanwijzingen, zoals je bijvoorbeeld al hebt over een expliciete directe instructie. Ja. Hè, waar Marcel Smeij het eerder over had in de podcast. Is een manier waarvan we wel zien dat werkt. Ja, want ik heb bijvoorbeeld zo'n expliciete directe instructiemodel, hè, waar Marcel Smeij ook mee werkt. Kijk, dat is eigenlijk een soort best of breed model. Hè. Dus dat is eigenlijk een model wat is opgebouwd uit eigenlijk heel veel wetenschappelijke inzichten over leren, over geheugen en over lesgeven. Wat in een soort model is gegoten, waarvan we zeggen, dan brengen we eigenlijk heel veel elementen waarvan we weten, dit heeft heel veel effectiviteit of dit werkt goed. Ja. Dat breng je bij elkaar. Ja. En dat is ook de reden waarom wij dat bijvoorbeeld in onze opleiding echt centraal zetten. Ja. Als model om het vak te leren. Om het goed te leren. Ja, want de Radboud heeft een wetenschappelijke PABO. Hè? Ja, dus dat is eigenlijk de enige volledige academische leraaropleiding voor primair onderwijs in Nederland. Ja. En daarom vinden we het ook heel belangrijk dat ze daar ook op een academische manier in contact komen met de complexiteit van het vak. Ja. Want dat vind ik echt. Een goede lesgeven is gewoon heel erg complex. Ja. Om dat te doen. Want wat ik net al zeg, je moet heel goed je vak kennen. Je moet heel goed die didactische strategieën kennen. En je moet ook nog eens pedagogisch onderlegd zijn. Hè? Ja. Dus je moet orde kunnen houden en dat soort dingen. Kijk, dat zijn allemaal dingen die je ook wel kan leren. Maar hoe complex is dat? Nou, dat blijkt wel. Want iedereen die terugdenkt aan zijn schooltijd. Ja, hoeveel echte goede docenten kan je dan terughalen? Daar zijn er nooit heel veel. Ja, terwijl ze wel vaak het verschil maken. Hè? Voor in ieder geval voor mij, een docent bepaalt vaak de keuze voor een vakkenpakket. Absoluut. Dus er is al nog ontzettend veel te winnen. Ja. Doe me hier aan denken, ik sprak Bertus Meijer van Onderwijs Enzo. Die komt binnenkort ook in de uitzending. Dat is een groep, leerkrachten groep 7 en groep 8. Heeft een Facebookpagina waar heel veel leerkrachten op zitten. Mm-hmm. En die zei in de voorbereiding hierop, zei hij van, ik vind het ook belangrijk om de groep te houden. Dus om niet te veel op een individueel niveau naar kinderen te kijken. Want hij zei, dan krijg ik ook wat te maken met aparte leerlijnen en ellende. Hij zei, als je een leerkracht moet ook kijken naar de groep. En naar daar iedereen zoveel mogelijk op niveau proberen te krijgen. Ja. En dat viel me op, want dat speelde ook bij de Ellen Turing School. Wat nu zo in het nieuws is als een school waar ze toch onder best wel uitdagende omstandigheden goed onderwijs weten te geven. Ja. Dus dat groepsniveau van doet er ook denk ik wel toe. Ja, niet, dat ik zeg van, je moet niet naar een individu kijken, maar klopt, maar daar zitten eigenlijk heel veel dingen onder. Kijk, ten eerste is het zo hè, dat mensen altijd heel erg zijn van, het individuele kind, hè, dat is ook heel erg in deze tijdsgeest, iedereen is zo bijzonder. Ja. En iedereen heeft allemaal bijzondere talenten en dat soort dingen. Kijk, eigenlijk wat je ziet in het onderzoek naar leren, dan zie je dat we eigenlijk veel meer op elkaar lijken, in de zin dan waarop we leren, dan dat we verschillen. Ja. Bijvoorbeeld het idee van leerstijlen, wat al decennia heel populair is geweest. Dat is ook echt totaal onderuit gehaald. Ik bedoel, we lijken veel meer dan op elkaar dan we verschillen in we leren, dat is één. En ten tweede, zit in dat collectieve een sociaal aspect, hè, wat ik prima kan begrijpen. Daar zal Bertus ook van alles nog over zeggen. Maar laat ik meer ingaan op dat kennisaspect, want daar gaat deze podcast ook over. Kijk, mensen zeggen, wat maakt het nou uit wat kinderen leren? He, als ze maar wat leren, als ze maar lekker bezig zijn en zichzelf leren kennen, of weet ik veel wat voor argumenten. Ja. Maar die opvatting klopt wat mij betreft niet. En dat zal ik proberen kort uit te leggen. Kijk, ik zeg, het doet er wel toe welke kennis je hebt. Want kennis, zoals we net ook al hebben aangegeven, stelt je erin in staat om dingen te begrijpen in de wereld om je heen. Dus mensen denken dat bijvoorbeeld begrijpend lezen, dat ook een vaardigheid is. In Nederland is dat ook op veel scholen een vak. Hè? Wat eigenlijk heel raar is, want begrijpend lezen is eigenlijk geen vaardigheid. Want als ik jou een tekst geef over lerende organisaties, wat jouw specialiteit is, dan kan jij dat prima lezen, op een heel hoog niveau zelfs. Maar geef ik jou een tekst over kwantummechanica, dan denk je van, waar gaat het over? Verhaal, en dan haak je af. Waarom? Niet omdat jij niet begrijpend kan lezen. Dat kan jij prima. Maar omdat begrijpend lezen niet een soort generieke vaardigheid is. Maar omdat dat afhankelijk is van, ken ik de woorden in zo'n tekst. Hè? Dus uit onderzoek blijkt dat volgens mij zo'n 95% van de woorden moet je al kennen in zo'n tekst. Om niet af te haken. En naast die woorden, dan ben je er nog niet. Dan moet je eigenlijk ook achtergrondkennis hebben. Want in teksten, of het nou geschreven is of gesproken, zit altijd heel veel impliciete verwachtingen van voorkennis. Ja. En bijvoorbeeld,
Omdat de kinderen, zeg maar, die sprongen op het bed. En daardoor heeft de huisbaas gevraagd aan vader of ze niet willen verhuizen naar de begaande grond. Ja. Je snapt meteen waar het over gaat. Ja. Maar eigenlijk zitten daar heel veel impliciete kennis, verwachtingen in. Van, oh ja, dat kan over geluidsoverlast gaan, over irritatie, ruzie. En dan noem je eigenlijk gevolgtrekking. Hè? Ja, gevolgtrekking. Dus eigenlijk heb je dus niet alleen die woordenschat nodig, want ik zeg helemaal geen gekke woorden. Hè? Maar je hebt wel heel veel achtergrondkennis nodig, een situation model, over deze situatie, om te begrijpen wat hier aan de hand is. En die kennis moet je eigenlijk aanvullen. Hè? Dus als jij luistert of jij leest, dan ben je eigenlijk continu bezig met informatie ophalen en aanvullen met kennis. Ja, met je en daarmee creëer je zeg maar een nieuwe model en daarmee kan je die kennis weer accommoderen. En dus om terug te komen zeg maar op het groepsniveau en individueel. Ja, op ons punt is, kijk, jij wil kinderen voorbereiden op de maatschappij. Hè? En vervolgopleiding en voor hoger onderwijs en naar de arbeidsmarkt. Hè? Dus dat lijkt mij een doel van onderwijs. Dan moet je dus kijken van wat is er in die maatschappij aan de hand? Wat voor kennis heb je nou nodig om aan dat publieke domein deel te nemen? Ja. En dit vind ik een hele mooie rationele benadering van dit idee, van het doel van onderwijs. Is bijvoorbeeld, ik wil dat kinderen een kwaliteitskrant kunnen lezen. Ja, dat is heel concreet. Ja. Dan kan je een aantal kwaliteitskranten bijpakken. En dan ga je die lezen, ga je die analyseren. En dan kijk je eigenlijk, welke woorden komen hier allemaal tegen? En welke achtergrondkennis wordt hier eigenlijk verondersteld? Ja. En dat is best wel een moeilijke onderneming. Hè? Dat heb je niet even in een middagje gedaan. Nee. Maar het is hier wel een rationele benadering van, wat zouden kinderen moeten leren in het funderend onderwijs om goed te kunnen participeren en om een partijprogramma te kunnen lezen van een politieke partij. Of om goed te kunnen handelen als hun kind ziek wordt. Ja, of te snappen of iets waar is of niet waar is. Daar zou je natuurlijk steeds verder in kunnen gaan. Fake news te kunnen herkennen. Want dat is precies het punt van minder kennis leidt tot misschien wel kwetsbaarheid. Wat je natuurlijk ook ziet nu in de maatschappij. Fake news, dat mensen zomaar zeggen. Dat mensen grote groepen daarin geloven. Ja, en dan dan is de aloude uitspraak. Hè, kennis is macht. Ja. Veel mensen vinden dat niet zo'n fijne uitspraak. Een beetje foute uitspraak. Uitspraak. Maar het is gewoon zo. Ja, jij zegt het is wel of je het nou leuk vindt of niet. Als ik meer weet dan jij, dan kan ik jou eigenlijk voor de gek houden. Ja. En ik heb geen slechte intenties, zal ik je zeggen, dus dat zal ik zeker niet doen. Maar er zijn natuurlijk wel mensen in de wereld die dat wel hebben en die gewoon voor de gek houden. Ja. En dat zie je dus ook in het onderwijs, dat mensen helemaal gek worden van alle bureautjes en mensen die allemaal claimen, oh, in de revolutie. En acht hier, stappen koop, tot dit. Koop deze tablets, koop deze software en dan of doe deze. Ik ga met deze executieve functies aan de slag en dan, want het is allemaal gebaseerd op onderzoek, echt wel. Dus ga dit maar doen. En dan, als je dan niet de kennis hebt om ddat goed te evalueren of dat goed na te gaan of zo'n onderzoek te lezen. Heel kwetsbaar. Dan ben je super kwetsbaar. Ja. Dus vandaar ook jullie pleidooi om met academische kennis, met inzicht uit de wetenschap te werken aan didactiek, pedagogiek. Ja. En daarmee kinderen helpen om klaar te naar een mooie volgende stap te gaan naar de baas. Ja, absoluut. Ja. En ook gewoon leraar op te leiden die wel dus kritisch kunnen denken en een artikel kunnen lezen. Ja. En dan kunnen zeggen, jongens, maar ik heb even dat onderzoek bekeken of dit artikel gelezen. Ja. En let op, dit klopt niet. Of hier zegt hij, bijvoorbeeld, een voorbeeld is een hoogleraar, Ewald Vervaat. En die zegt, die maakt er een punt van, kinderen letters bij de kleuters letters aanleren, dan moet je niet doen of moet je mee wachten tot ze rijp zijn of dat soort dingen. Okay, ja. En dan begint hij met, dan heb ik synapse A en synapse B en dan hersenen en dat zal hij allemaal gelijk in hebben. En daarna zegt hij, mijn hypothese is, en dan komt dat verhaal. En dan komen de mensen bij mij en die zeggen, Erik, ik heb hier een hoogleraar. En jij zegt, het is heel goed om even te zorgen dat bij de kleuters alvast alle letters hebben aangeleerd. En die zegt, de hoogleraar, die zegt dat niet zo. Hij zegt, nee, kijk, lees eens wat hier staat. Hier staat, mijn hypothese is, dit en dat. Maar dat heeft hij verder helemaal niet onderzocht. Ja. Hij brengt er ook geen bronnen bij aan, of wat dan ook. Ja. En je ziet dus dat mensen zijn dus kwetsbaar. Ja. Omdat zij die kennis niet hebben. Hey, zou ik zeggen van, kennis is macht. Een punt van, volgens mij Bacon was dat toch, de filosoof die dat zei? Of Francis Bacon. Francis Bacon. Ja. Zou ik zeggen van Immanuel Kant van durf te denken. Hè? Dat is misschien ook wel een pleidooitje houden. Van durf zelfstandig een eigen moreel kompas op basis van kennis te hebben. Waar langs je naar zo'n artikel kijkt.
Ja. En zodat je ja, toch met enige betrouwbaarheid kan zeggen dat dat is een manier waarop we onze les gaan inrichten, dan wel ja, dan wel nee. Ja, daarom. En er zijn eigenlijk geen afsnijroutes bij. Nee. Dus daar nee. hoort eigenlijk altijd bij. Daar en hoort, dat ja. heb ik ook altijd tegen scholen die ik heb begeleid altijd gezegd. Jongens, ga nou met elkaar lezen. Ja. He, ga met elkaar lezen. Ga nou de diepte in. Ga daarover in discussie. Ja. Kijk, zeg maar, hoe verhoudt dat zich tot jullie praktijk? En ga dan experimenteren. Ja. En wat ik op veel congressen hoor, is van al die mensen he, vanuit techbedrijven die zeggen, ah, ga maar experimenteren met tablets en technologieën, met zo'n heel digitaal determinisme. Ga maar wat doen. Ja. En dan zeg ik, nee, je werkt met kinderen. Ja. Nou, ik vind daar nog wel een gevaarlijk punt aan. Dat grote commerciële partijen natuurlijk ook andere belangen hebben dan misschien wel goed onderwijs. Het zou best kunnen zijn, ik wil ze niet, ze hebben misschien best wel de juiste intentie, maar ze willen natuurlijk ook gewoon tablets verkopen. Of absoluut, verkopen. Absoluut. En dat zie je ook bij dat gepersonaliseerd leren. Ja. Kijk, zij zijn gebaat bij het idee dat elk kind anders is. Tuurlijk. En dat we elk talent moeten aansluiten en dat ja. we al onderwijs op maat moeten maken. Want ja. zij hebben een product of een dienst ja. waarin ze dat kunnen faciliteren. Ja. Maar als je kijkt naar onderzoek, naar al die ICT-middelen, dan valt het reuze tegen. Ja. Omdat die leraar is niet zo makkelijk te vervangen door zo'n tablet. Nee. Want ja, zo'n tablet geeft directe feedback. Maar wat is de kwaliteit van die feedback? Ja. Hè, dat laat heel erg de wensen over. Ja, ook daar blijkt keer op keer, dat stond ook een onderzoekstuk in de NRC over, dat kinderen ook dan snel geneigd blijven hangen op een bepaald denkniveau. Als het bijvoorbeeld gaat over rekenen, de snap is zo'n bekend voorbeeld. En dan gaan leren kinderen rekenen door middel van feedback van de tablet. Nou, dat werkt op zich. Kan dat werken, maar als het gaat van optellen naar tafels en je vindt de tafel 7 moeilijk, dan heb je iets meer nodig. Dan heb je toch wel ja. begeleiding nodig, iemand die absoluut. Het kan uitleggen. Die je, en dan is herhaling natuurlijk wel iets. Ja, en dat is ook wat een goede leraar doet. Hè? Want we hadden het eerder over expliciete directe ja. instructie. En dan denken heel veel mensen, oh, die Erik die wil alleen maar... drillen. Ja, wat was die ook weer met ZKL-methode? Zitten, kop dicht luisteren. Ja, hè? Ja, ja, maar ja. Daar gaat directe nee. instructie helemaal nee. niet over. Hè? Dus nee. AD, hè? Of dat expliciete directe instructie, AD, dat is eigenlijk een soort verzamelbegrip met allerlei ja. technieken. Ja. En wat mij betreft, het belangrijkste kenmerk van een goede AD-les is dat die zeer interactief is. Ja. Nou, ik heb dat ook gezien in het boek van Marcel. Ik heb Marcel ook wel eens voorbeeld daar op Twitter. Je ziet ook, we hebben in groep 2 sokken op een rij leggen van groot naar klein. Of met de wasbordjes werken, van, met optellen. Er zijn zoveel leuke wisbordjes. Ja. Er zijn zoveel leuke, prachtige vormen die inderdaad juist gaan over interactief met elkaar. Ja, en dat kan eigenlijk alleen een leraar, in ieder geval nu nog. Kijk, als het over 20, 30 jaar die computers verder zijn, maar dat zie ik dan wel weer. Ja. Maar nu heb ik leerlingen niet in mijn klas. Sorteren. En die hebben behoefte aan een leraar ja. die heel goed weet wat hij wil onderwijzen. Dat ook heel goed kan overdragen. Maar ook daarin de interactie continu die leerlingen meeneemt. Ja. En soms zit het ook in de kleine dingen. Hè? Dat er een jongen in de klas zit en die zit net, hè, die zie je afhaken. Of die zie je een beetje moeilijk kijken of wat dan ook. En dan kan je hem net even een beurt geven. Ja. En voordat technologie zover is dat ze dat nee. kunnen, dan, ik bedoel, dan zijn we al denk ik een heel eind verder. De vraag is ook of je dat wel wil. Of het ook wel maatschappelijk relevant fijn juist, is om tuurlijk. Kinderen met... Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Ik wil nog even een vervolgvraag stellen. Die kwam op Twitter binnen van Petra Prins. En die refereerde aan een artikel dat gisteren in de Telegraaf stond. Dat bedrijven, om even weer de link naar de bedrijven, die zeggen, ja, we moeten het veel meer hebben over vaardigheden, digitale vaardigheden. En het curriculum is ouderwets. Ja. Het is tijd om, wat vindt Erik daarvan met onder andere, hoe kijk jij naar zo'n oproep? Nou ja, goed, ik vind dat, om het maar even scherp te zeggen, ik vind het of het is heel naïef. Hè, want zo iemand, volgens mij was het een dame die dat schreef, die weet niet beter. Ja. Of het is heel elitair. Want, kijk... Die dame die zit daar op zo'n positie en zij is daar gekomen ja. door het curriculum wat haar is aangeboden en alle kennis ja, en ja, gaan zo maar door. Ja, ja. Alleen, hè, dat is denk ik weer de curse of knowledge, dus ik neem het in die zin ook niet kwalijk. Zij heeft eigenlijk niet in de gaten hoe grote rol al die kennis speelt die zij heeft gekregen op de basisschool, voortgezet onderwijs en gaan zo maar door. Hoe grote rol die speelt in haar dagelijks denken en doen ja. en handelen. Ja. Dus wat je eigenlijk ziet, en daar komen die 21st century skills ook vandaan, heel veel mensen weten dat niet. Dat komt vandaan uit een soort arbeidsmarktbehoefte. Ja. Dus kijk, stel jij bent de baas van een bedrijf en ik vraag je wat voor mensen wil je nou hebben? Nou, dan zeg je, wat zeg je dan? Ja, kritische mensen, creatief, teamwork, samenwerken, interdisciplinair en alles. Dus dan krijg je eigenlijk een soort demigod voor je, hè, die dat allemaal kan. Maar het onderwijs is er in eerste instantie, zeker het fundeerend onderwijs, helemaal niet voor de arbeidsmarkt, hè. Je zegt voor een maatschappelijke vorming en voorbereiding op die beroepsopleidingen. Maar, dus dat is één. En twee is, kijk,
het onderwijs is de weg daarnaartoe. Ja. Wat ik al eerder zei. Dus doordat het onderwijs al die kennis en domeinspecifieke vaardigheden aan die kinderen aanleert, worden ze uiteindelijk in staat om heel kritisch te denken. Ja. En dat kan zorgen voor een zekere verheffing van het volk, om het zo maar te zeggen. Dus je kent misschien die oude uitspraak van hou jij ze dom, hou ik ze arm. Als een soort complottheorie. Ja. Hè? Je kent het wel, maar daar zit natuurlijk wel een zekere waarheid in. Want als je weinig weet, ben je dus kwetsbaar en dan kan je makkelijk worden uitgebuit door anderen. Dus ik snap die vraag van de arbeidsmarkt wel, maar we moeten dan niet als onderwijs als een soort gekken erachteraan lopen en zeggen, dus dan gaan we allemaal workshops doen, creatief denken en daar allemaal. Nee, dan moeten we gaan kijken, oké, hartstikke goed, dat is belangrijk, vinden wij ook, maar wat is de weg daarnaartoe? Ja. En het gaat niet alleen om de arbeidsmarkt, dat vind ik ook nog een belangrijke, want het gaat ook over maatschappelijk. In de samenleving leren. Ja, en je gezondheid. Ja. Ja. He, dus en, ja, wat hier ook speelt, ik kan burgerschap. Ik heb ooit in een auditcommissie plaatsgenomen van een bachelor bedrijfskundeopleiding. En toen viel me wel echt heel erg op. Ik heb ooit bachelor economie of bedrijfskunde gedaan, dat eigenlijk nog dezelfde vakken waren, 15 jaar later. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je op dat soort aspecten gaat kijken. Ja, dat vraagt wel HBO of MBO, veel relatie met het werkveld. Daar kan je echt wel nog. Absoluut. En het gebeurt gelukkig ook. Keuzevakken zijn de miners, keuze delen in het MBO. Hartstikke mooi. Maar het is ook als je een nieuwe opleiding wil starten of wil laten accrediteren, dan is er vast onderdeel daarvan dat je contact legt met het werkveld. Precies, dat je met elkaar afspreekt. Ja. Hey, is dit wat we daarvan nog vinden? Maar jij zegt eigenlijk van ja, op de basis. School, of in die eerste leer, dan moet je juist het bagage van kinderen verrijken wat ze kunnen, meer kennis. Zodat ze en ook dat kan je elke keer actualiseren. Hè? Ja. We hebben in Nederland een pedagoog, cultuurpedagoog, Dirk-Jan Immelman, en die noemt dat de pedagogische kwestie. Ja. En die zegt eigenlijk in andere woorden hetzelfde als ik, als het gaat over curriculum. Hij zegt, ja, je moet gewoon elke paar jaar, moet je gewoon, of misschien wel elk jaar, continu kijken, hey, wat is nog nu de kennis, wat is nou nog meest cultureel rijke kennis, die kinderen zoveel mogelijk in staat stelt om goed te participeren in de volgopleiding en in de maatschappij. Ja. En dat is een hele actuele discussie. Je moet elk jaar kan je dat updaten. Ja. Dus daar ben ik helemaal niet tegen. Maar dat mensen roepen, ja, de kennis veroudert allemaal zo snel en dat soort dingen, dat is gewoon helemaal niet waar. Nee, ik zie dan ook wel vanaf de zijlijn dan curriculum.nu met rekenen en over taal bezig. Dan denk ik, maar rekenen zou het toch hetzelfde kunnen houden? Het lijkt mij veel spannender om naar de cultuuraspect te kijken. Van hoe werk je eigenlijk met, waarom is rekenen belangrijk? Wat kan je ermee doen? Ja. Duurzaamheid maar dit is een heel goed voorbeeld. Hè? Bij curriculum.nu maken ze wat mij betreft dezelfde fout. Hè? Dus wat ze doen, is als je daar naar die producten kijkt, die voorstellen die er nou voor liggen, dan moet je eerst door, weet ik hoeveel pagina's, met allerlei wollige taalgebruik, hè? Over persoonsvorming en dat soort dingen. En daarna dan kom je allerlei vaardigheden. Hè. Bijvoorbeeld staat er, ja, kinderen leren patronen herkennen of computational thinking en dat soort dingen. Maar kijk, die dingen bestaan helemaal aan zich helemaal niet. Nee. Hè, dus jij herkent patronen in zaken waar jij veel verstand van hebt. Maar als jij bijvoorbeeld jij gaat kijken in de operatiekamer. Hè, en er gebeuren een aantal dingen tijdens de operatie. Dan herken je maar geen patroon. Nee. Dus voor jou zijn dat losse dingen. Ja. Terwijl een chirurg zou zeggen, oh wacht even, dit is nu aan de hand. Ja. Dit gaat nu fout, we moeten nou dat doen. En waarom is hij daartoe in staat? Hij herkent dat patroon uit zijn studies, eerdere ervaringen, et cetera. En hij ziet daar die samenhang in. Ja. Hè, dus ik pleit heel erg voor een kennisgebaseerd curriculum. Ja. Daarmee wil ik dus niet zeggen van vaardigheden, daar is geen ruimte voor, want dat is onzin. Want kennis en vaardigheden, dat zijn. Ja, jij zegt het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tuurlijk. Ja. Hè, dus een vaardigheid is ook eigenlijk een vorm van kennis. Ja. En als ik jou wil leren autorijden, jij wil je rijbewijs halen, hè, dan ga je zitten in zijn auto en dan zeg je eerst, ja, dit is het stuur, hè, bij wijze van spreken. Hier is het gaspedaal, dit is de rem. Dat is gewoon kennis. Ja. En daarna zeg je, nou, weet je wat, als je dat gaspedaal een beetje indroet, hè, dan ga je vooruit. Nou, en dan ga je dat doen, hè. En dan kom je met de koppeling. En dan slaat hij af. Nou, wat zegt dan die rijinstructeur? Hij zegt, hey, die koppeling moet je eens voorzichtiger laten opkomen. Dus je voegt eigenlijk weer kennis stapje, toe. Stapje. En je laat weer toepassen. Ja. En dan krijg je dus die ervaringskennis. Hè? En die vaardigheid die ontwikkelt zich dan. Maar die vaardigheid aan zich kan je eigenlijk niet echt onderwijzen. Je kennis kan je onderwijzen. En daarna kan je daarmee laten oefenen. Ja. En dan zo ontstaat er een vaardigheid. Ja. Maar die is heel domeinspecifiek. Ja. Ja, ik herken dat. We hebben ooit op onze school een mozaïekproject gedaan. Gingen kinderen een wereldbol maken met mozaïektegeltjes. En daar zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Dat
als je dat met goede met kunstenaars en met de leerkracht gaat begeleiden, dan ga je nadenken over hoeveel steentjes heb je nodig. Dat ga je uittekenen, je gaat een patroon tekenen, je gaat uitproberen. Nou ja, hoe hou je ze tegen elkaar aan, hoe voeg je? Je bouwt eigenlijk op. En dan gebruik je kunnen rekenen, oppervlakte kunnen berekenen. Boldiagonalen, alle ingewikkelde dingen die ik niet zo goed begrijp. Maar goed, ja, dat is mooi. Zo bouw je eigenlijk stappen op in complexiteit eigenlijk. Ja, en dit vind ik een mooi voorbeeld. In die zin dat je, kijk, wat je nou veel ziet, hè, dat sluit ook aan bij die filosofie van dat constructivisme. Ja. En mensen zeggen, ja, je moet vanuit levensechte situaties of en dat soort dingen. Maar als je kijkt naar wat we weten over leren, kan je veel beter niet van het geheel naar de delen, maar van de delen naar het geheel bewegen. Ja. He, dus natuurlijk kan je tegen kinderen zeggen, hey, uiteindelijk kan je dit hiermee. Hè, want het is natuurlijk fijn om iets op de horizon te hebben, punt. Waar je met z'n allen naartoe beweegt. He, maar je kan veel beter van stappen. Ja, van klein naar groot. Ja, van klein naar groot gaan. En dan naar zo'n project toe gaan. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Zou ik meteen doen. Dus, sommige mensen zeggen, ja, het is alleen maar EDI of zo. Nee, maar dat is een belangrijk punt. Niemand, het is dus niet alleen maar in de klas zitten en rijtjes stampen. Het is eigenlijk een heel rijk curriculum waarin kennis onderdeel is van uitproberen, van doen, van een instructie gebaseerd op wat we weten, wat werkt. Juist. Waar je van klein naar groot bijvoorbeeld gaat. Ja, maar dat gaat wel van maximale ondersteuning en instructie van de docent naar minimale. Ja. Want dat is een ander uitgangspunt van EDI, is eigenlijk dat je zo snel als het kan, als het verantwoordelijk is, zeg maar, dan geef je eigenlijk de ruimte. Ja, de ruimte. Hè? Dan geef je de structuur, die bouw je af. Ja. Hè, dat noemen we scaffolding, hè, in onderwijskunde. He, dus je bouwt juist de ondersteuning af, zodat de leerling steeds meer zelf kan. En dan krijg je zelfvertrouwen. Ja. Want dan denk je, hé, verrek, ik kan dit gewoon. Hè? En stel nou, ik ben een kind, ik kom uit een gezin. Hè, waar, om welke omstandigheden dan ook, hè, we het niet goed hebben. Mijn ouders hebben weinig kennis of weinig vooropleiding. We hebben geen boekjes thuis. We hebben geen geld op vakantie te gaan. Wat dan ook. Ja, ik weet heel weinig. En een ander kind, hè, kind B. En die heeft alles wat hij maar wil en boekjes elke dag en heel Europa rond, gaan er maar door. Hè? En die komen op school en wat zegt de juffrouw? Ja jongens, we gaan stel maar een leervraag op, wat wil jij nog weten? Ja. Kijk, en dat klinkt allemaal heel aardig, vriendelijk en aardig, maar dan dat is eigenlijk funest. Want die leerling die al heel veel weet, die heeft al heel veel kennis om een leervraag mee te formuleren. En die zal ook veel meer cultureel rijke onderwerpen misschien nastreven. En dat andere kind kent misschien alleen maar Messi. Ja. Hè? En die zegt, ja, ik wil wel meer weten over Messi. Ik kan voetballen. Ja, mag dat? Tuurlijk, mag dat wel. Ja. Alleen is dat nou echt de cultureel rijke kennis die dat kind nodig heeft om later zijn belastingen in te kunnen vullen, om een politieke partij te kunnen uitkiezen, of zich in de rechtbank juridisch te kunnen verdedigen? Ja. Nee. Hè, dus sommige kennis, zou je kunnen beargumenteren, is echt wel veel meer waard dan andere kennis. Ja. Ja, er zit wel een soort hiërarchie in volgens jou. Ja, ja. Maar dat is wel afhankelijk inderdaad van hoe je daarin staat. Hè? Wat jouw doel voor onderwijs is. Ja. Leuk Erik, nou, we hebben al veel vragen zo besproken, hè, over de waarde van kennis. Sterke pleidooien hou je daarvoor. Ik kijk nog even naar ons speakbriefje, zoals ik maar even noem. Dat kennisbegrip is ook in de onderwijskunde natuurlijk steeds dominanter. Hoewel daar ook al verschillende stromingen in te zijn, zeg maar, in terug te vinden zijn. Wat is nou voor jou, als je kijkt naar een leerkracht de meest fundamentele kennis die zou moeten hebben? Zijn er bepaalde dingen waarvan je zegt, ja, dat zijn nog 4, 5 punten waarvan ik zeg, ja, dat zou je wel moeten weten of dat zou je moeten snappen? Nou, kijk, wat ik een belangrijk punt vind en wat ik ook al jaren me heel erg voor inzet, is dat je eigenlijk als leerkracht kan eigenlijk niet anders dan dat je ook wat kennis hebt over leren. Ja. He, dus de cognitieve psychologie is daar een mooi voorbeeld van, een soort discipline. Dat is niet de enige natuurlijk, hè, maar goed, dat is in ieder geval wat mij betreft nu echt een blind spot voor heel veel mensen. Ja. He, en waarom is het nou zo belangrijk? Ik bedoel, je hoeft er niet alles van te weten, maar wel de basis waarom. Omdat je dan ook weet waarom bepaalde didactische strategieën, he, waarom dat zou werken. Ja. Kijk, wij leren onze studenten bijvoorbeeld niet alleen dat EDI, dat is een modelletje, zeg ik even oneerbiedig. He, maar wij leren ze ook waarom zijn al die lesfasen en al die technieken die daar allemaal in zitten, waarom zou je die nou eigenlijk toepassen? Ja. Wat is eigenlijk de psychologie daaronder? Ja. Kijk, en als je dat niet weet, dan ben je eigenlijk weer kwetsbaar voor de volgende. He, dus stel nou morgen komt er iemand die heeft het ADI-model of weet ik veel, huppelepuppie-model. Ja. En hoe ga je dan ooit evalueren of dat dan beter is of minder goed dan wat je al doet? Ja. He, of hoe evalueer je wanneer je afwijkt van zo'n EDI-model?
En zoals jij net bijvoorbeeld aangeeft, in bijvoorbeeld zo'n grotere projecten situatie. Ja, per se of zo, ja. Of anders, ja. Dus ik, kijk, ik zeg niet, iedereen moet altijd EDI doen. Absoluut niet. Dat is echt een frame, om het zo maar even te zeggen. Ja. Het is een heel mooi gereedschap, met heel veel technieken en dingen waarvan we weten, dat zou heel effectief moeten kunnen zijn, hè, in heel veel contexten. Dus doe daar je voordeel mee. Maar ik wil ook dat onze studenten ook weten waarom ze dat doen. Ja. En waarom ze het soms ook niet doen. En dat hoort denk ik bij een expert. Ja. Dus bijvoorbeeld een Nadal, hè, die tennisser. Die heeft dat ook allemaal zo geleerd. Hè? Die heeft al die technieken allemaal vanaf jongs af aan. Geslepen. Heeft hij dat allemaal getraind en gedaan. Maar waarom wint hij op een gegeven moment Wimbledon? Omdat hij net even wat anders doet dan je zou verwachten. Ja. Want anders ga je het ook niet winnen. Dus dat hoort ook bij een expert, dat hij juist af en toe afwijkt. Dat kan variëren, ja. Van in procedures. Ja. Als hij vindt op basis van zijn expertise, dat dan op dat moment ook geschikt is. Maar je zegt ook de leerkracht als expert. Ja. Dat is een belangrijk punt. Dus dat degene die de onderwijskundige stromingen snapt, kan duiden, weet wat er werkt, wat onderbouwd is. Dat is wat anders dan de leerkracht als coach of als iemand op een leerplein. Dat vind ik een hele zorgende ontwikkeling. Ja. En dat zie je ook heel erg in die gedachtenstroom. Van ja, leerkracht, één leerkracht voor een groep leerlingen, dat is toch allemaal ouderwets. Maar ik vind dat een soort valse tegenstelling. Sommige mensen zeggen dan, oh ja, jij wil in onderwijs zoals 100 jaar geleden. Dat is onzin. Ja. Als jij bij zo'n e-les zit, dat heeft niks meer te maken met 100 jaar geleden. Ja, kinderen zitten in rijtjes. Ja, ze zitten naar de juf of meester toe. De juf is veel aan het woord. Maar wat is anders? Het is veel doelmatiger. Het is veel interactiever. Ja. Het is veel meer gericht ook op feedback, op taakanalyse. Expliciet maken van wat doe ik nu eigenlijk, welke stappen doe ik in mijn hoofd. Maar het is ook wel, ik heb scholen die ik heb bezocht die op een sterke didactische manier werken. Het is niet zo dat je de hele dag stil zit. Het is vaak een half uur, kwartier bijvoorbeeld spellen of een kwartier rekenen. Vervolgens is er pauze of is er muziek. En even oefenen. Even oefenen. Dan weer terug. Is er dan weer projectmatig een klassikale oefening. Dus het is veel dynamischer eigenlijk dan dat je denkt. Alleen het is super dynamisch. Ja, dus dat is wel, dan moeten we oppassen dat we niet gaan denken dat het inderdaad terug naar vroeger is. Want dan gooi je eigenlijk het kind met badwater weg. Ja. Dus zeg je, het moet allemaal anders. En de leerkracht, ouder, we willen dit beeld willen we niet. Dus we gaan naar de andere kant van het spectrum. Dat vind ik zonde. Ja, dus jij zegt eigenlijk, kennis is belangrijker dan ooit in deze eeuw. Ja, dat is echt wel de conclusie van dit gesprek wat mij betreft. Ja. Dus in tegenstelling tot wat veel geroepen wordt, is juist in deze informatiesamenleving, waar zoveel op je afkomt, is kennis belangrijker dan ooit. Want met die kennis kan je ook al die informatie ook duiden, evalueren en ook opnemen. Ja. En als je dat niet hebt, dan ga je daar gewoon ga jezelf helemaal in verliezen. Ja. Mooi, Erik. Dat was wat leuk was om te zien op Twitter en op LinkedIn wel wat vragen binnenkwamen van docenten of ouders. Eentje, en anders moeten we hem later beantwoorden. Ik wilde toch aan je stellen, was van het werk van Anders Eriksson. Ben je daarmee bekend? Het was een beetje last minute vraag. Hij kwam vanochtend binnen. Ja. En Jan Rozen vroeg zich af, omdat er nu ook wel wat kritiek op is ontstaan op zijn werk. Hoe kijk je daarnaar? Is dat wat voor? Ik ben niet helemaal bekend met zijn werk. Dus je moet me daar even een beetje in helpen. Maar ik dacht, Anders Eriksson, dat is echt wel een beroemde wetenschapper, kan ik wel zeggen. En die doet eigenlijk al heel zijn leven, volgens mij 30, 35 jaar, onderzoek naar expertise. Ja. En kijk, hoe komen mensen nou tot die expertise? En hij is bijvoorbeeld beroemd geworden van die 10.000 uren regel. Ja. Die hij trouwens niet heeft opgesteld, maar iemand anders. Die is daarmee aan de haal gegaan. Oh, ja. Maar wat hij eigenlijk heel duidelijk liet zien is, dat hij in die 30, 35 jaar onderzoek, over de hele wereld, in allerlei domeinen, dat hij eigenlijk niemand is tegengekomen die zonder zeer langdurige doelgerichte oefening tot een hoog niveau is gekomen in expertise. Zonder dat kan je gewoon nooit expert worden. Dat is eigenlijk een beetje zijn punt. En hij zet dus eigenlijk ook vraagtekens bij wat is dan nog talent. Dat is ook heel populair. Ja, jij hebt dit talent, jij hebt dat talent. Dat is denk ik ook wel een beetje de tijdsgeest. Ja. En ik zeg dan tegen bij ons op school, mijn kind heeft geen talent. Ik bedoel, hij heeft helemaal geen talent. Maar ze wil wel heel graag van alles leren. Ja, ja. Dus wat is de kritiek erop? Onder andere, dus ik weet niet precies welke kritiek hij zou bedoelen, maar een kritiek die ik ken is dat je heel moeilijk te kwantificeren is van, kijk, hij zegt, je moet zoveel oefenen. En dan zeggen mensen, maar die heeft zoveel oefend en die haalt het ook niet. En dan zegt hij, maar de kwaliteit van de oefening was lager. Ja. Dus dan is het
moeilijk falsifieerbaar. Hè? Dus dat is natuurlijk een erkende kritiek. Maar kijk, los van al die dat soort details wat mij betreft, is gewoon de boodschap heel duidelijk. Ja. Je wordt niet ergens heel erg goed in, zonder heel doelgericht oefenen. En daar heb je eigenlijk ook dat onderzoek niet voor nodig. Nee. Maar dit is natuurlijk ook wel het punt wat in deze tijd, toch wel die shortcut. Hè? Het moet makkelijk op je afkomen. Ik ben zelf groot fan van de Amerikaanse schrijver Jocko Willink. Dat is een Navy SEAL. Die heeft veel lange tijd is hij in Afghanistan geweest, in Irak. En heeft later SEAL platoons getraind. Ja. En die heeft het over discipline equals freedom. En hij heeft het punt, wat in Amerika nu is helemaal hot, is het punt van als je ergens goed in wil worden, vraagt het gewoon discipline. Het vraagt elke dag oefenen, Absoluut. Oefenen. En dan nog is het maar de vraag of het je lukt. Maar als je niet bereid bent om de uren erin te stoppen, dat zie ik bij sport, ik sport ga, bij fietsen zie ik, bij wielrennen. Als ik niet drie keer in de week twee, drie uur ga fietsen, kan ik niet een wedstrijd of een wedstrijdje gaan rijden. Dat slaat nergens op. Nee, absoluut. Als ik niet elke dag zwemmen, als ik wil leren zwemmen, moet ik toch uiteindelijk uren maken in het bad. Ja. En dan speel ik pingpong. Noem het maar op. Ja. Het is niet zo dat ik in één keer vanzelf nu hier een super... Ja, daarom. Ik zeg ook niks geks volgens mij. Nee, het is zeker niet... Het is ook niet zo dat het een garantie is. Dat stelt ook. Maar hij zei, je moet ook omarmen, dat vond ik wel mooi, dat die discipline je veel verder brengt dan alleen motivatie. En natuurlijk is motivatie, interesse ook wel heel wezenlijk. Dat je zegt, nou, ik wil graag fietsen of ik wil graag een bepaalde vervolgstudie doen. Maar hij zei, dat is echt een ondergeschoven kindje in de manier van hoe we kijken naar ontwikkeling van de mens vandaag de dag. Nou, kijk, ik denk dat die dingen heel erg met elkaar samenhangen. Ja. Kijk, motivatie, dat is ook zo'n... begrip waar je op heel verschillende manieren naar kan kijken. Ja. Maar kijk, als je even zegt motivatie-prestatie, als je die tegenover elkaar zegt, dan zie je wel dat veel mensen in het onderwijs zeggen van ja, het gaat vooral om motivatie, betrokkenheid en dan komt het leren vanzelf of dan gaat het vanzelf. Nou, daar is eigenlijk geen bewijs voor. Hè? Want je kan heel erg gemotiveerd zijn, heel erg betrokken en eigenlijk niks leren. Dus daar zijn al heel veel onderzoeken, hebben dat ook al uitgewezen. Dus ik zie het veel meer als een wederkerige relatie. Ja. Kijk, je moet in de basis natuurlijk motivatie hebben om naar school te gaan. Ja. Ja. En dat is ook natuurlijk heel erg afhankelijk van je ouders, je achtergrond, je situatie. Ja. Kijk, als je moeder op sterven ligt, dan is motivatie natuurlijk ook ver te zoeken. Hè? Ja. Dus natuurlijk is dat ook een soort voorwaarde. Maar daarna, kijk, hoe meer je tot prestatie komt, en daar is EDI op gericht, hè? Juist heel erg door instructie geleidelijk aan de hand tot succeservaring komen, dan kom je ook tot meer motivatie. Ja. Dus ik merk het ook aan mezelf. Hè. Dus de laatste jaren, ik ben me steeds meer aan het verdiepen in dit soort thema's. En hè, dan hou ik een verhaal of een presentatie en zeg mensen, oh, dit is mooi en dit. En dan heb je bijvoorbeeld zelfs kritiek. En hoe meer ik dat heb en mensen daar blij van worden en zeggen, hey Erik, door jou zijn we een ander beleid gaan voeren en heeft dit allemaal opgeleid. Hoe meer ik denk, wow, ik wil, en dan ga ik naar huis en denk ik, ik ga vanavond nog meer lezen, hè, nog meer studeren, ik wil het nog beter weten. En dat zie je natuurlijk ook in de sport. Ja. He, dus ik behaal een bepaalde prestatie en dat motiveert me alleen nog maar meer. Ja. En dat is een benadering die ik veel reëler vind. Het is een wederkerige relatie, het is een mooi perspectief. En één heeft de andere nodig en door dat te doen krijg je zelfvertrouwen. Ja, en dat vergroot jezelf uit. En dat vind ik, hè, om dan toch maar even dat nog zeg maar een beetje meer pedagogisch, hè, emotioneel te duiden. Kijk, wat ik graag wil is dat kinderen van de school afkomen, dat ze een bepaald zelfvertrouwen hebben van hé, ik kan de wereld aan. Hè, maar ik zie dat als een soort product van investeren in zo'n kind, door ze veel te leren van wat wij weten, overdragen op de kinderen, zodat zij zich ook capabel voelen en competent voelen om daar ook mee de wereld in te gaan. Ja. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus ik ben helemaal voor zelfvertrouwen. Ik ben voor kritisch denken. Ik ben voor creatief zijn. Ja. Maar daar gaat wel iets aan vooraf. Mooi. Ik vind het echt leuk om zo met je over te praten. Dat een sluit het ander dus niet uit. Kennis leidt tot zelfvertrouwen. Door zelfvertrouwen ontwikkel je kennis. Ja. Daar heb je een leerkracht voor nodig. Ja, en er zijn ook onderzoeken die dat uitwijzen. Ja. Dus dat je ziet dat dit soort onderwijsvormen, die juist heel erg veel meer vanuit sturing werken. Dat die ook zorgen voor veel meer zelfvertrouwen bij kinderen. Ja. He, dus in tegenstelling tot wat veel mensen zouden zeggen. Ook een ander voorbeeld, laatst ook weer een mooi onderzoek, waarbij ze bij kleuters veel meer inhoudelijke thema's behandelen. He. Dus bij de kleuters bijvoorbeeld hebben over het oude Egypte, of dat soort dingen, om maar even iets te zeggen. Ja, ja. Zeggen mensen, ja, maar die sociaal-emotionele kant dan, en dat soort dingen. Nou, wat blijkt uit het onderzoek? Het schaadt dat sociaal-emotionele ontwikkeling helemaal niet. Sterker nog, we zien juist eerder positieve effecten op die sociaal-emotionele ontwikkeling. Ja. En dat is eigenlijk ook heel simpel te verklaren. Want sociaal-emotioneel ontwikkel je onder veilige, goede omstandigheden natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ontwikkel je eigenlijk veel meer ook vanzelf. Hè, dat is iets heel natuurlijks. En
als jij met elkaar over interessante dingen te vertellen hebt met elkaar, dan schept het ook een band. Ja. Ja, want jij weet ook dingen over Egypte, ik ook. We gaan er wat mogen maken, we gaan er wat over tekenen. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat het stimuleert eigenlijk onze sociaal en emotionele ontwikkeling. Dus kennis emancipeert ook in zekere zin, hè? Zou je kunnen zeggen. Tuurlijk, sociaal en ook cognitief. Ja. Hè? Ja. Dus ik denk dat het alleen elkaar maar versterkend kan zijn. Mooi, leuk. Leuk om met je over te praten, Erik. Zo uitgebreid om te kijken. Van, zou nog 10 uur door kunnen gaan. Zeker. Nou, wie weet kom je gewoon nog een keer terug. Ja. Ontzettend leuk dat je in de uitzendingen bent geweest om over kennis te praten. De waarde van kennis in het onderwijs. Dankjewel voor je tijd. Geen probleem. Kijk ook zeker even voor degene die luisteren en kijken op www.chipcast.nl. Daar vind je ook de speaker notes. De meeste vragen die we hebben besproken zijn ook onderbouwd of aangevuld met links naar artikelen die we via PDF's met je kunnen delen. Bedankt voor het kijken en luisteren. Blijf ook zeker kijken en luisteren, want ik ga nog spreken met onder andere Jaap Versveld van Stichting Leerkracht. Die komt binnenkort in de uitzending. En ik ga ook nog spreken met een ondernemer van bureau Buitenruimte over het vergroenen van schoolpleinen. Ook wel een spannend gesprek. Waarom zijn schoolpleinen zo saai? Iets waar ik mezelf wel in interesseer. Bedankt voor het kijken en luisteren en tot de volgende keer maar weer.